Hallo. Yo mensen, Jarask hier en welkom bij weer een nieuwe gameplay hier op Call of Duty Ghost. Vandaag op de achtergrond gameplay heb ik voor jullie een Team Deathmatch gameplaytje. En deze map die ik hier speel, die is echt zo kapot chill om te spelen. Dit is zo'n beetje een van de kleinere mappen natuurlijk in het spel. Hij heet Octane. En de kleinste map in Call of Duty Ghost is de map Strike Zone. Maar die map vind ik aan de ene kant lekker. Maar als jij in echt gewoon een poepteam zit, dan is die te klein. De map Octane is eigenlijk de perfecte grootte voor Call of Duty Ghost. Ik vind het echt heel erg jammer dat de makers van Call of Duty Ghost niet meer van dit soort mappen erin hebben gemaakt. Want hij speelt lekker. Er zijn huisjes in waar je eventjes in kan dekking zoeken. Er zijn auto's waar je eventjes dekking kan zoeken. Je kan het tankstation natuurlijk opblazen. Je kan die container die in het midden zit opblazen. Waardoor jij weer een care package kan pakken. Want als je die container openmaakt, komt er een care package uit. Die care package kan je pakken. En dan krijg je dus gewoon een score streak eruit. Dat kan zijn een Trinity Rocket. Dat kan zijn een set. Komt er, maakt helemaal geen ene reet uit wat eruit komt. Er komt in ieder geval iets leuks uit. Maar ik speel hier met de Honey Badger natuurlijk weer. Ik vind de Honey Badger het chillste wapen in heel Call of Duty Ghost. En dat komt puur omdat er gewoon een ingebouwde silencer erop zit. En ik weet, toen Black Ops 2 uit was en toen iedereen nog niet zo vaak mijn video's keek, toen zei ik altijd tegen jullie, jongens, gebruik nooit een silencer in Black Ops 2. Maar nu is Call of Duty Ghost uitgekomen en ik heb nu in de gaten dat ik bijna op elk wapen een silencer heb staan. En het komt niet omdat het gewoon chill is om te gebruiken, maar het komt omdat je gewoon niet op die radar wil komen te staan. Want je gaat zo snel dood en als jij dus op de radar komt te staan in Call of Duty Ghost, ben je keihard de lul. Daarnaast, als je de silencer in Black Ops 2 gebruikte, ging jouw damage omlaag. Waardoor je dus meer kogels had om een enemy te killen. Dit is in Call of Duty Ghost nog steeds het geval. Maar, komt weer een maar aan. Je bent zo snel dood in Call of Duty Ghost, dat die silencer eigenlijk geen verschil maakt. De recoil wordt wel een tikkeltje verhoogd als je een silencer gebruikt. Dat is gewoon van die feiten, dat is in elke Call of Duty zo. Maar je damage wordt ook verlaagd, maar omdat je dus binnen 2-3 kogels dood bent, heb jij er geen last van. Dus mijn tip nu op dit moment is, gebruik gewoon een silencer als jij er een attachment voor over hebt. Natuurlijk mocht jij denken van, hey, ik heb geen zin in de silencer, ik wil niet dat ding gebruiken, dan gebruik je hem lekker niet. Maar de Honey Badger daarvoor is dus het ideale wapen, want er zit gewoon een ingebouwde silencer in verwerkt. Dus je hoeft hem ook niet aan te zetten, je hoeft er ook geen attachment aan te besteden. Dus ik vind dit een heel chill wapen om te gebruiken. Je kan ook gewoon de AK-12 gebruiken, silencer erop proppen. Maar ja, het is dus een beetje tegenstrijdig. Op Black Ops 2 geen silencer gebruiken, want dan wordt je damage te laag. En gewoon op Call of Duty Ghost nu op dit moment wel een silencer gebruiken, omdat je gewoon niet op die minimap wil komen te staan. Mensen kennen de map ook nog niet. Op het moment dat ze jou op de minimap zien staan, het eerste wat ze doen is ze rennen simpelweg meteen naar jou toe. Ze gaan je meteen killen, omdat het enigste is wat ze op de minimap zien staan. Setcoms die werken ook niet meer zo goed als je bijvoorbeeld off the grid gebruikt, als je maar één setcom in de map hebt staan. Dus het is gewoon eventjes puur allemaal wennen nu. En ik zou zeggen, test gewoon wapens uit. Proppen een silencer op, proppen geen silencer op. Proppen grip op, want grip werkt eindelijk. In Black Ops 2 was het zo, grip dat had geen enkel effect. Je kon grip op je wapen zetten, op je AM94, op je M27, whatever. Het werkte niet. Je had er helemaal niks aan. De kick bleef precies hetzelfde, de recoil bleef precies hetzelfde. En het maakte geen ene poephaar uit of jij grip gebruikt of niet. In Call of Duty Ghost werkt grip wel. Dus als je nou een wapen hebt en je denkt, ik speel met de Vapper. Ik vind de Vapper veel te veel recoil hebben. Prop je de grip op. Prop je er gewoon een silencer bij als je dat wil. Nu heeft de Vapper soms niet heel veel kogels. Dus daar kan je natuurlijk ook Extended Max bij zetten in plaats van één silencer. Daarnaast de silencer is ook nog iets. Je hipfire wordt erdoor verbeterd. Dus als jij hipfired, wat inhoudt dat je dus niet je L1 gebruikt, waardoor je dus niet inzoomt, kan jij dus beter recht vooruit schieten. Dus een silencer in het spel heeft op dit moment, omdat de damage en je health zo laag ligt, alleen maar voordelen. Het is natuurlijk wel irritant voor de tegenstanders, dat moet ik wel zeggen, want er komt gewoon niemand meer op de minimap te staan. Maar ja, weet je, ik probeer wat tips te geven en soms zijn die tips chill, soms zijn die tips niet chill voor de tegenstanders. Maar dit is gewoon een tip, dat is niet zo chill voor de tegenstanders, want ik weet, heel veel mensen gaan nu de silencer aanzetten, maar je haalt er gewoon betere scores door, want je wil gewoon niet op die minimap komen te staan. Minimap in Call of Duty Ghost, als je erop komt te staan, is gewoon echt heel erg goed. Als jij bijvoorbeeld een orakel, wat ik nu achter me heb vliegen, dat is een support score streak en dat is een soort van Star Wars achtig geval. En dat ding die heeft een personal UAV om jou heen. Dus eigenlijk is de portable raider van Modern Warfare 3
die gewoon random achter jou aan komt vliegen. En dus die zorgt voor een personal UAV in een range van ongeveer 5 meter. Dus een hele chille streak om te gebruiken. En als ik dus iemand op mijn minimap zie staan met dat ding, huppatee, ik kill hem meteen, want ik weet precies waar die loopt. Dus een minimap wil je niet opkomen te staan. En of de grid gebruik ik zelf niet. Ik gebruik hem alleen maar bij mijn specialist. Maar Silas gebruik ik zelf wel, want ik wil gewoon niet op die radar komen te staan op het moment dat ik begin te schieten. Dus ik zou zeggen, probeer de Silas er een keertje uit. Mocht je hem kut hebben, gebruik hem niet. Mocht je hem chill hebben, gebruik hem wel. En je moet gewoon zelf dingen gaan uittesten. Dus mensen, bedankt voor het kijken naar dit compleetje. Vergeet me alsjeblieft niet te liken. Als we gewoon weer de 1000 likes kunnen halen, ben ik er ontzettend blij. Vergeet ook niet op mijn kanaal mijn andere Call of Duty Ghost filmpjes te checken. En natuurlijk abonneer voor meer. En dan zeg ik voor nu, tot de volgende keer weer. En bye bye mensen.